De Confetti Company is een managementroman wat een warme deken legt over bedrijfsculturen in de huidige, koele, digitale samenleving. Dit vraagt om uitleg. De essentie van het boek is dat alles draait om verbindingen. Hoe fijn is het als al die verbindingen warm zijn, zodat iedereen eigenlijk met heel veel plezier, heel veel emotie, heel veel beleving meewerkt aan eenzelfde doel, namelijk het bedrijfsdoel. Ik ben gaan geloven dat bedrijfswarmte niet vanzelf komt. En als het dan niet vanzelf komt, waar komt het dan vandaan? Medewerkers in het bedrijf maken samen de bedrijfswarmte en maken met die bedrijfswarmte en met elkaar de verbinding met klanten en gasten. Maar ook met leveranciers en andere relaties. En wat mij betreft is cultuur de zoektocht naar hoe ontwikkel je warme verbindingen. Een beter woord voor cultuur is wellicht sfeer. Hoe word je de beste baas voor jezelf? En hoe had jij de bedrijfswarmte voorgesteld toen jij nog medewerker was? Hij neemt je mee op zijn warmtemissie, waar medewerkers eregasten zijn en met confetti worden onthaald. De Confetti Company gaat over de oprechte aandacht die je hebt voor alle medewerkers, individueel en niet als groep, die verder gaat dan een klik, een like of een digitaal compliment op social media. Wij vieren dat feest dat iemand toetreedt tot de organisatie met confetti. Bedrijfswarmte is het nieuwe goud. Medewerkers zijn goud waard. Laat je inspireren met de kracht van confetti, de Confetti Company.